In New York, de Verenigde Staten, is van 10 tot en met 20 juli 2023 het High Level Political Forum on Sustainable Development gehouden. Tijdens dit forum zijn enkele SDG's beoordeeld, te weten doel 6, schoon water. Suriname heeft een interventie gehouden over doel 6, waarbij het belang van water voor de wereld is aangegeven, de verbanden tussen doel 6 en de andere doelen, als ook de stand van zaken met betrekking tot het nationaal beleid op het gebied van waterbeheer. Suriname heeft een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap tot samenwerking om doel 6 te kunnen realiseren. Een delegatie onder leiding van minister Albert Ramdin van Bibis heeft van 23 tot 25 juli een officieel bezoek afgelegd aan de Republiek van Servië. Het voornaamste doel was om de bestaande samenwerking en de beoogde mogelijke verdere verdieping en verbreding van de relatie te evalueren. Tijdens de gesprekken met de regering van Servië is van gedachten gewisseld over de verdere ontwikkeling van de traditioneel vriendschappelijke betrekkingen tussen Servië en Suriname en de verbetering van de algehele bilaterale samenwerking. President Santokki heeft maandag een delegatie van het Chef Roach Media Filmhuis ontvangen. Deze groep heeft in de afgelopen tijd een productie over de Surinaamse keuken en muziek samengesteld. Tijdens het gesprek heeft het team zijn bijzondere ervaringen in ons land gedeeld. Met deze productie worden de Surinaamse cultuur en cuisine belicht en wordt ons land positief aan de rest van de wereld vertoond. Ook Surinaams talent wordt geïdentificeerd en meegenomen in het geheel.